Welkom in het Polmanstadion in Almelo, dat aan het eind van dit seizoen een andere naam gaat dragen. De naam Polman verdwijnt dus en er zullen ongetwijfeld bedrijven zijn die zich willen koppelen aan dit stadion. En zeker ook aan deze club, Heracles. Een club die zeer succesvol is, die het uitstekend doet. Vooral hier in thuiswedstrijden in dit stadion op het kunstgras. Alle wedstrijden nog gewonnen en dat is buitengewoon knap. Het is mooi voetbalweer, een mooie herfstige zondagmiddag voor een wedstrijd waarin natuurlijk Heracles, de thuisclub, een zwaar favoriet is tegen het zeer teleurstellende FC Groningen tot nu toe. Maar zoals altijd, je weet het maar nooit, de bal is rond. En zo rond 4:15, 4:20 weten we hoe het resultaat van deze wedstrijd zal zijn. De fanatieke supporters op de staantribune. De zwart-witte, Heracles dus, vierde in de competitie. Uitstekende plek. Hier zit de Kuwas, die de afgelopen week nog met de Curaçao in het land speelde. De captain Tim Breukers. Dit is de opstelling, Blaswieg in het doel. Breukers dus, Rosman, Van der Buijs en Van Hintem. Dan het middenveld met Drost, Merkel, Kuwas en Van Nief. En voorin Dalmau en Pettersson, de Zweed, die ook al interlandverplichtingen had. Jesper Drost speelde bij FC Groningen en staat voor het eerst in de basis. Net als Joël van Nief. En de motivatie van de trainer Frank Morbeek was dat hij verwacht dat spelers tegen een oude club extra goed voor de dag zullen komen. Martin van der Kerkhof is de scheidsrechter, zijn assistenten. En in zij zitten Erwin Seinstra en Luca Cantino als VAR videoreferees. Pat is de doelman dus van Groningen. Zeefuik, de Wierik, Chabot, handwerker. Twee Duitsers, die laatste twee. Roestic, Doan en Memisevic, die van de verdediging naar het middenveld is doorgeschoven. Antuna, Mahi en Warmerdam. Frank Wormoed dus de Duitse coach, waarover men zeer tevreden is hier. Was lange tijd betrokken bij de opleiding van de trainers in Duitsland. Van Nief. Kuwas. Kuwas een goed balletje op Dalmau. En is daar de eerste goal? Daar is de eerste goal niet. Dalmau, een vette kans. Warmerdam jaagt door, dat doet Breukers goed. Kuwas. Doan. Dit vindt Van der Kerkhof goed. Jesper Drost. Merkel. Kuwas, Merkel. Van Nief. Van Hintem. Ah, lekker schot van Hintem. Warmerdam, Mahi. Een goed balletje op Doan. Wat kan de Japaner, Doan? Komt hij daaruit? Hij komt daaruit. Oh, wat scheelt dat? Wat een pech voor Groningen, wat een pech voor Ritsu Doan. Prachtige actie van de Japaner. Pettersson. Goed verdedigd door Zeefuik. Doan. Mahi maakt ruimte. Ja, links is er niemand. Doan kijkt. Rechts wel. Mahi. Nog altijd Mahi. Mahi! En dat is het wel raak. 0-1. 500 supporters meegereisd. Eindelijk eens een keer blijdschap bij Danny Buijs. De vijfde goal pas van Groningen dit seizoen. En een mooie.
Van der Buijs en Rosman, het centrale duo, dat moet opbouwen aan de volgende aanval. Drost, die graag naar binnen trekt natuurlijk. Daar is hij weer. Jesper Drost. Goed balletje op Merkel. En de redding van Pat. En dan is daar toch de goal van Dalmau. 1-1. Het zat er natuurlijk in. Het zat eraan te komen. En daar is de rake kopbal van Dalmau. Zijn derde goal. Het is 1-1. Drost. De Wierik. Geeft hij een strafschop van de Kerkhof? Dat denk ik. Is dit een VAR moment hier in Zeist? De Wierik vraagt waarom. Is dit een VAR moment? Van de Kerkhof zegt shirtje trekken. Laten we eens kijken. Ja, ik vind dit geen strafschop. Als de VAR vindt dat hij echt fout zit. Maar kennelijk zegt de VAR, ga zelf nog eens kijken, Martin. En dan heeft Martin van de Kerkhof geconstateerd dat er aan het shirt is getrokken. En zal hij ongetwijfeld de penalty geven. Die kan je dus geven. Dit is een overtreding, dan kan je een penalty geven. Die kan je geven, maar nogmaals, ik vind het niet goed genoeg voor een strafschop. Ja, lastig. Hij kijkt nog eens. Maar dit moet geen minuten duren natuurlijk. De Wierik beklaagt zich. Hij komt terug op zijn beslissing. Hij geeft geen strafschop. Gebeurt er nog wat in de eerste helft? Die ja, een beetje als een nachtkaas uitgaat. Na het sterke begin van Heracles. De verrassende goal van Mahi. Die hier weer weg is. Met Doan. Dat is een penalty. En ik denk dat daar de VAR niet voor nodig is. Dit lijkt me duidelijk. Mahi. Doan. Ja, dit is pootje haken van Rosman. Dat is een 100% strafschop. Mimicevic dus tegen Blaswieg. Er is nog steeds overleg. Dit is natuurlijk lastig voor Mimicevic. Maar dat is een 100% prof. Die kan hier wel mee omgaan, lijkt me. Hij gaat toch weer kijken. Hij gaat toch weer kijken. Is het Hens van Mahi of niet? Was die laatste beweging toch een beweging die, ja, dat zou kunnen. Dat hij hem met de hand meeneemt. Hij keurt hem inderdaad af. Geen penalty. Hensbal van Mahi wordt bestraft. En zo is de VAR weer zeer nadrukkelijk aanwezig in deze wedstrijd. Ja, het was dus Hens. Kuwas. Peterson. Kuwas. En Pat, wat een blunder. Pat, oh, Pat, wat een blunder. En Dalmau profiteert voor zijn tweede. 2-1. En wat een start van Heracles. Maar wat een drama van Sergio Pat, die er ook bij de eerste goal al niet echt goed uitzag. Lange tijd de derde keeper van Nederland. Maar grote griezel, goede genade. Wat een fout. Cachera. Bal kwijt. Van Yves. Ah, dat is een aardige poging van Yves. Die zag dat de Pat ver voor zijn doel stond. Drost en dat levert warmer dan een gele kaart op. Warmer dan. Cachera. Freriks. Handwerker. Dat is goed en nu? Blaswieg. De doelman van Heracles. Weinig te doen gehad. Warmer dan. Kuwas. Nu is er ruimte voor Heracles. Nu Groningen dus offensief verspeelt. Cibora.
Merkel en Pat. Mahi. Mooi balletje, Doan. De palen daar. Oh, Cascera toch, jongen. Die had erin gemoeten. Geweldige redding op de doellijn. Wat een kans voor Groningen. Wat een mooie actie ook weer van Doan. De paal en dan Cascera. Breukers die daar redding brengt. Frerichs. Breukers. Duarte en Cuvas nu met z'n tweeën centraal voorin. En daar gaat Peterson op weg naar zijn 9e goal. Of niet? Nee, hij doet het niet zelf. Hij gunt het Cuvas. 3-1. Razendsnel en heel goed uitgespeelde omschakeling. 3-1 Cuvas. Frerichs. Mahi. Mahi en Blaswieger. Nuttige redding, dat zeker. Cuvas. Merkel. Peterson. Gaat hij dan toch nog scoren? Hey, dit is wel goed van Pat. Aandacht voor de vrije trap. Cuvas is een specialist. Het is wel erg ver, maar hij kan dit. Hij kan dit. Hij kan dit. Hij kan het. 4-1. Geweldig. Maar weer zag Pat er niet goed uit. Maar nogmaals, hij is een specialist in het nemen van vrije trappen, hoor, Cuvas. De VAR dus een belangrijke factor in deze wedstrijd. Pat een negatieve factor. Weliswaar een paar goede reddingen, maar in goede doen pakt hij een aantal van deze ballen. Wat hij niet gedaan heeft. Mede daardoor en ook de doeltreffendheid van Dalmau en Cuvas wint Heracles deze wedstrijd. Weer een thuisoverwinning voor de ploeg uit Almelo.